Hey, veel luisteraars die stellen vragen over Pieter Omtzigt en of je hem in historisch perspectief kunt plaatsen. In historisch perspectief. Ja, zijn er andere Kamerleden in het verleden die ook die terrierrol die hij nu vervult? De nieuwe Abraham Kuiper. Was Abraham Kuiper ook zo iemand? Nou, dat was wel een terrier, ja, dat kun je wel zeggen. Even, schets even wie dat was. Ja, dat was de voorman van de kleine, hoe moet je het zeggen, de kleine luiden. De orthodox gelovigen. De oprichter van de antirevolutionaire partij. Ooit minister-president. En god, hoe was het ook weer, zijn blote reet gesignaleerd op een balkon in Brussel. Ja, nu die put ik even uit een beetje ver die ver geschiedenis schrijven, maar... Ja, Abraham Kuiper is een man die aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op de Nederlandse politiek. Maar misschien moet ik Omtzigt daar niet mee vergelijken. Ja, kijk, Omtzigt blijft maar kennelijk maar aarzelen. Want hij voortdurend Omtzigt komt. Omtzigt. Sterker nog, ik denk dat we in Omtzigt eigenlijk... Ik had al mevrouw van der Plas de vijfde Messias genoemd. We gaan ze zo nog even opnoemen voor de lol. Maar feitelijk is Omtzigt de zesde Messias. Omdat hij weer... Precies hetzelfde fenomeen is waar wij voortdurend last van hebben. Namelijk het idee dat een bepaalde individuele figuur... op grond van specifieke eigenschappen die iedereen erg aantrekkelijk vindt... in dit geval dat hij solide en betrouwbaar is... en dat hij zijn kamerwerk fantastisch goed gedaan heeft... niet waar, ons zal bevrijden uit onze existentiële nood. Eindelijk iemand die zegt wat wij denken... Eindelijk iemand die alles gaat veranderen. Eindelijk iemand die aan de verre horizon de stralende zon ziet van een nieuw Nederland. Kom op, laten we daar nou eens mee ophouden. Je begrijpt toch ook wel, wie er ook aan de macht komt, links of rechts, Piet, Jan of Klaas, niet waar, daar zit een gigantisch ambtelijk apparaat onder van tienduizenden ambtenaren, van enorme organisaties die tradities hebben, die niet 1, 2, 3 zullen veranderen. Denk aan die man van jou de graverij, daar ging het niet over, dat moest eerst op papier gezet worden. Dat verandert niet, want die man van die lichtkabel, hoe heet het, van die glasvezelkabel, die blijft gewoon zitten. Hè? Die wordt niet ontslagen omdat die uit de oude tijd komt en van allemaal nieuwe glasvezeltechneuten in dienst moet. Nee, natuurlijk. De wereld verandert maar heel, heel langzaam en moeizaam. Zeker in een complex politiek systeem als het Nederlands. Ja, want we hebben allerlei nog hoge colleges van staat. We hebben nog ombudsmannen, de Raad van State, de Rekenkamer. De Eerste Kamer hebben we nog, waar het anders kan zijn dan in de Tweede Kamer. Laten we nou toch eens ophouden met die Messias-verwachting. Hè? Met dat Jezus-complex wat we hebben. Hè? Dat moeten we echt, dat is het torderen van de maatschappelijke werkelijkheid. He, als Omtzigt mee gaat doen, 46 zetels, laten we nou toch niet lachen. En dan na 4 jaar de bittere teleurstelling, niet waar, dat de zon nog steeds opgaat op het moment dat het KNMI gezegd heeft dat het zou gaan gebeuren. Het is toch ook een vorm van kinderachtigheid. He? Een soort van diep, diep wortelend... idee dat vader alles op zal lossen. Hè? Nou ja, Van der Plas was dan moeder die alles op ging lossen. Kan Van der Plas thuis niet met Omtzigt trouwen? Of is dat een, oh nee, dat gaat niet. Ze wilden niet, hè, samen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Want Omtzigt denkt ook anders over dat hele veehouderij gebeuren, volgens mij. Ja, zeker. Op dat punt zal hij ook wel. Omtzigt is een man met heel verstandige opvattingen. Heeft niet altijd gelijk gehad, maar daar gaan we nou even niet over zeuren. Het gaat mij nu even om het Jezus-complex. Hè. Nee, wij zullen niet verlost worden uit de onbeschrijfelijke existentiële ellende waarin de mens nu eenmaal moet leven. Beter kunt u dankbaar zijn voor een heel fijn nat Nederlands zomertje. Hè. Dat is nog eens wat anders dan in die mediterrane hel, om het maar even zo te zeggen. Hè. Sowieso kunt u tevreden zijn. Er is in Nederland van alles mis, maar economisch draait Nederland als een tierenlier. Dus het valt allemaal nogal mee. De dingen die mis zijn, zullen ook niet 1, 2, 3 door Omtzigt aan het roer worden opgelost. De zesde Messias, en ik heb het niet aanzien komen. Hè? Wat mankeert in godsnaam toch het Nederlandse electoraat? Hoe diep ontevreden... moeten ze wel niet zijn, A, en B, hoe weinig moeten ze wel niet begrijpen van hoe het bestuur van een land in elkaar steekt. Ik zwijg nog even over het feit
dat Nederland ook nog lid is van een nog veel grotere en nog complexer gerunde eenheid, namelijk de Europese Unie. Het is van een droevigheid. Je zou toch ook denken, jongen. Dat is natuurlijk het probleem, is dat we, ja, dat de verzuiling verdwenen is, het geloof is verdwenen. Dus dat betekent dat je voortdurend een geseculariseerde messias moet hebben. Hè? Een echte levende persoon. En niet meer die man die aan dat houten kruis hing. En dat is Omtzigt, is er daar eentje van voor veel mensen? Dat is vrij evident, ja. Al begreep ik uit de krantenstukken dat allerlei luiden die geprobeerd hadden om een soort Omtzigtbeweging op te starten, dat daar niets van terecht was gekomen. Dus ja, we moeten het afwachten. Maar goed, dat die in de peilingen al 46 zetels scoort, dat is 30% van het Nederlandse electoraat. Ja, 30% van het Nederlandse electoraat, dat is natuurlijk volkomen geschrift. Maar even los daarvan is hij wel iemand die het kamerwerk goed in de vingers heeft. Fantastisch, daarom zou ik zeggen, laat hij vooral blijven doen waar hij goed in is. Het is het klassieke probleem dat iedereen opstijgt naar het niveau van zijn eigen incompetentie, zoals dat heet. Hè? Het is een beetje dat mensen zeggen, wat die Verossum, die lult zo leuk. Kunnen we die nou niet? Mensen vragen vaak, waarom gaat u niet in de politiek? Nee, dat ga ik niet doen. Ik weet zeker dat ik er totaal ongeschikt voor ben. Ben ik geschikt om directeur van Unilever te worden? Nee, absoluut niet. Zij zal vast een hele fijne werkkamer hebben, maar ik ben er niet geschikt voor. Ik wil er ook helemaal niet ergens de baas spelen. Maar die Abraham die je net noemde, wat voor figuur was dat dan? Ja, dat was typisch een wel intellectueel en fysiek in zekere zin ook wel een mannetjesputter. Ja. Die ook een briljant gestudeerd had in Leiden, geweldig. En dan een soort bekering doormaakt. En begrijpt dat hij op orthodox niveau iets moet doen aan de orthodox christelijke gelovigen in Nederland. Die er natuurlijk waren. Er wordt altijd geclaimd dat Nederland in de kern eigenlijk een echt orthodox Calvinistisch land is. Maar dat zijn we helemaal niet. Maar er is wel een vrij forse Calvinistische fractie altijd geweest. Alleen, nou ja, je weet, er waren drie confessionele partijen. De CH, dat is Christendom voor deftige mensen. De AR, dat is Christendom, Orthodox Christendom voor niet deftige mensen. De kleine luiden. En dan hadden we natuurlijk daarnaast nog de KVP. Voor de oorlog de Rooms-Katholieke Staatspartij. Die partijen hebben vanaf het begin van het algemeen kiesrecht tot 1967 de absolute meerderheid in het parlement gehad. En die raken ze in 1967 kwijt. En dan begint het lange, lange, lange verval van de confessionele partijen. En je weet er, wat is daar nog van over? Namelijk die wonderlijke, spartelende splinter van het CDA. 5 zetels in de peilingen. Nou ja, 5 zetels in de peilingen. Dus ik heb al eerder gezegd, laat die Omtzigt zich nou gewoon... Kijk, iedereen die Omtzigt gepest heeft of genegerd of wat ze daar precies allemaal gedaan hebben in die klote partij, dat is ook altijd zo gek dat christenen eigenlijk systematisch onchristelijk gedrag vertonen. Dat vind ik ook zo typisch. Kijk, dat ik me lullig gedraag, nou ja, dan zeg je, het is niet anders. Hij leeft niet naar de normen van de Heer Jezus. Dat is absoluut waar dat zo is. Ja, maar het is veel erger dat je dus wel beweert dat je naar de normen van de Heer Jezus leeft en dat je je ongelooflijk lullig gedraagt. Dat is toch gek? Denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, een deels een misdadige organisatie. Nou ja, dit terzijde. Het valt nog niet mee om langs de regels van het geloof te leven, dat kan ik je verzekeren. Dus dat zou die kunnen doen. Sluit je aan, het is in, die partij is leeggelopen, die Hoekstra is verdwenen. Staat je tussen de benen, dat kun je toch wel zeggen. En dat is natuurlijk een ontzettende mislukking geworden. Maar goed, ik kan terug naar weer zo'n organisatiebureau. Daar zal het best goed mee aflopen. Daar twijfel ik verder geen moment aan. De CDA-voorzitter had een lijmpoging gedaan met Omtzigt. Maar Omtzigt heeft gezegd, ik wil niet terug. Het boek is dicht. Het boek is dicht, ja. Hij vergeet dat er boeken zijn die nooit dicht gaan. Maar goed, ik ben wel de laatste eigenlijk om Omtzigt advies te moeten geven. En al mijn voorspellingen zijn niet uitgekomen, dus ik laat het maar gebeuren. Ik wijs erop, het is weer dezelfde ingrijpende, door emoties gedreven denkfout die ons Pim Fortuyn heeft opgeleverd, die ons gekke Geert heeft opgeleverd, die ons Rita Verdonk heeft opgeleverd. 10 jaar de meest uitgenodigde talkshowgast in Nederland. Ik zeg het nog maar even. Laatst was weer bij Nieuwsuur. Ja, nou kijk. Om te reageren op het stoppen van Rutte.
Ja, dat is voor haar natuurlijk een fijn momentje. Ik bleek dat ze zat ook op de publieke tribune van de Kamer toen, ja, hoorde ik, ja. Toen haar verschrikkelijke tegenstander tenslotte sneefde. En mededelen dat hij er een eind aan ging maken. Ik bedoel, als minister-president dan natuurlijk, ja. Nou, toen hebben we Thierry gehad. Toen begon het al dat je denkt, hoe gek kan het nog worden? En na Thierry hebben we nu in feite natuurlijk mevrouw van de BB-beweging. Die in feite niets anders is dan een enigszins opgeleukte en goed draaiende lobbyist. En dan nu een nieuwe... Heer Jezus, om zichzelf. Hij heeft ook wel een beetje, denk ik, dat charisma van de ingetogenheid en de bescheidenheid enzovoort. Al moet je natuurlijk wel afvragen waarom die dan zo impopulair was in het CDA. Maar hoort hij wel in dat rijtje? Want er zullen mensen zeggen, die zeggen, Maarten, nu doe je hem tekort met alles wat hij ook voor die toeslagenouders heeft betekend en voor Groningen en noem maar op. Ik heb al 100 keer gezegd dat Omtzigt een bewonderenswaardig Kamerlid is. En daar is geen twijfel over mogelijk. Daarom zei ik, schoenmaker, blijf bij je leest. Zorg dat je blijft doen waar je goed in bent. Ga niet iets doen waar je niet goed in bent. En mijn schatting is dat hij niet goed is als partijleider of minister-president. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. En als je als in de peilingen 46 zetels scoort in Nederland... Ja, dan ben je dus voor veel mensen in Nederland de Heer Jezus. Hè? Maar gaat hij ook zo de geschiedenisboek in? Is er een Kamerlid waar we het over 30 jaar nog als over hebben? Als hij met 46 zetels de Kamer inkomt, gaat hij zonder enige twijfel de geschiedenisboeken in. Pas van Vrijkeningen, Fortuyn gaat daar ook in. Die staat er al in. Die staat er al in. Al wel met een wat verminderde statuur dan hij in de tijd had natuurlijk. Toen hij nog de belangrijkste Nederlander ooit werd geacht. Aanzienlijk belangrijker dan Willem van Oranje. Ja, dat was toch ook waren dolle jaren. Ja, van een halve garen zijn de Nederlandse kiezers, of althans een deel van de Nederlandse kiezers. Ja, en als hij dit allemaal doet, nou ja, dan gaat hij natuurlijk net als al die andere messiassen de geschiedenisboeken in. Als een reusachtige belofte die niet waargemaakt is. Maar is er eerder, heb je iemand in de geschiedenis gezien? Je hebt nu dus die mevrouw of meneer Abraham genoemd, maar eerder iemand gezien waarvan je denkt die lijkt op Omtzigt? Nou, je hebt in de Eerste Wereldoorlog een korte naam, maar daar zit ik gewoon niet goed genoeg in om daar iets verstandigs over te zeggen. Kijk, het verlangen naar een verlosser is bij mensen, dat je kunt wel zeggen dat het net niet verstandig is, maar dat helpt nooit ene klap. Mensen verlangen diep naar een verlosser, dat verklaart natuurlijk ook voor een belangrijk gedeelte het succes van godsdiensten. Die meestal aan elkaar hangen van de meest wonderbaarlijke infantiele kletskoek. Maar die ook iets beloven. Namelijk zingeving, een leven na de dood, vergeet dat niet. Hulp in barre tijden, omdat je kunt bidden enzovoort. He, want je weet, als je goed bidt en je gelooft erin, dan helpt het ook. Kijk, als je er niet in gelooft, heeft het ook geen zin om te bidden natuurlijk. Dan word je ook niet geholpen. Dus ja... Het is een, denk ik, een verschijnsel wat onvermijdelijk is. Maar het begint in Nederland wel allemaal een beetje pathologische vormen aan te nemen, ja. Jij vindt het overdreven, ook rond het rond. Belachelijk. Ja, volkomen belachelijk. Ja, wat gaat Omtzigt doen? Dat vind je ook overdreven? Ja, Omtzigt hangt boven de markt, hè. Als een soort van enorm dreigend onweer. Komt af en toe een bliksempje uit. Hè, maar het begint nog niet te regenen, zou ik maar zeggen. Hij heeft wel gezegd dat hij vrij binnenkort gaat aankondigen. Ja, maar dat komt dus niet al 2 weken aan dat hij vrij binnenkort... En de verkiezingen zijn in november. Ja, hè? Hij moet in oktober die lijst klaar hebben. In Augustus zitten we allemaal in Antalya, dus daar zal er niet veel gebeuren. Voordat de zaak weer opstart zijn we halverwege september. Dan heeft hij in feite nog een maand. Hij moet die hele lijst natuurlijk dan hebben. Mm-hmm. Je begrijpt, zo'n lijst niet waar. Hij heeft een magische attractie voor... Querulanten, gelukzoekers, praatjesmakers en kletsmajoors. Waarvan we in Nederland vrijwel onbeperkte hoeveelheden hebben over in alle landen. Maar goed, wij hebben er niet meer dan 11. Als hij in de Kamer wil blijven zitten, zal hij wel een eigen lijst moeten beginnen. Of zich moeten aansluiten bij een andere partij. Dat zijn zeker, natuurlijk... ja. Hoe dat precies in elkaar zit. Of die in zijn eentje de groep Omtzigt ook aan de verkiezing kan deelnemen. Hij zou natuurlijk kunnen overwegen om in één...
bepaalde kieskringen. Ik weet niet hoe dat zit. Of dat je, laten we zeggen, beperkt opereert vanuit zijn oorspronkelijke geboortegebied. Ik heb geen idee. Maar het is hoezeer ik ook heb bewonderd als Kamerlid, ik zeg het nog maar een keertje, het is een diep bedroevend verschijnsel. Het geeft nog eens aan dat in feite heel veel kiezers in feite helemaal niets van democratie begrijpen. Echt 0,0. Nee. Hey, en Boer Koekoek en Omtzigt, is dat een eerlijk vergelijk? Nee, dat lijkt me geen eerlijk vergelijk. Waarom niet? Ik geloof niet dat Boer Koekoek ooit geëxceleerd heeft als Kamerlid in de specifieke vaardigheden die Kamerleden dienden te vertonen. Boer Koekoek was iemand die protesteerde tegen wat in agrarische kring werd gezien als de dwang, van de overheid. En dat was het hele kwestie van dat die boeren allerlei geld moesten betalen aan organisaties waar ze dan geen lid van wilden worden. En de mop was dat ze dan achterstallig waren en dan veilde de overheid, die veilde de boerderijen van de achterstallige betalers. En die werden dan voor een prikje gekocht door boeren die steun verleenden. Het landbouwschap was dat. Ook inderdaad dat is typisch iets, een soort restant van de jaren 30 en nog misschien nog enigszins begrijpelijk in de jaren kort na de oorlog, toen ze probeerden natuurlijk al die dingen op de rails te krijgen. Maar dat was een ongelukkige organisatie. Hoe dat tegenwoordig zit, weet ik absoluut niet. Of boeren nog verplichte bedragen betalen aan allerlei overheidsorganisaties. En neem dat LTO en zo, weet je ook weer, die meneer van de Takkenbos. Sjaak. Sjaak van de Tak. Sjaak van de Tak, precies. Nou ja. Als je Sjaak zag, dan denk je al, dit wordt niks met die onderhandelingen. Nee. Ook zo suf dat geklapt is op, wat was het ook alweer, 95% klaar. Niet waar, dan klapt het op de laatste 5%. Dat je ook denkt, ja, zo valt het land niet te besturen natuurlijk. Nee. Het landbouwakkoord, ja. Ja. Nee, Sjaak durft natuurlijk niet terug naar die radicale achterban. Nee, dat is duidelijk. Daar zie je aan dat die radicalen natuurlijk, ze krijgen hun zin niet, maar ze richten wel grote schade aan. Ja. We hebben natuurlijk nog Van der Plas, die heeft gezegd van ik word geen premier, want ik wil niet met nette kleren naar het buitenland. Ja. Ik vond Van der Plas enorm amusant, omdat het eigenlijk, dat ze op kunstige wijze bevestigden wat ik altijd al dacht, ja, het is wel gewoon gezellig aan de keukentafel, een beetje koffieleuten, Nederlandse koffie vanzelfsprekend. Gaan niet al te deftig doen. En dat buitenland, wie is er nou geïnteresseerd in het buitenland, joh, hallo. Dat moet je niet in geïnteresseerd. Het buitenland, daar zijn allemaal hele gekke mensen en daar spreken ze gekke talen. En misschien moet je wel gek gekleed zijn, wie zal het zeggen. We weten niet precies hoe erg het buitenland eigenlijk is. Het is jammer dat we zo godvergeten veel buitenland hebben als Nederland. Je kunt veel beter een heel groot land hebben zijn. Nou ja, het is allemaal, ja, het is de dorpspomp. Zo, en dat is wat zij zo enorm succesvol verbeelden. He, want zij praten zoals we allemaal praten. Nog steeds, hè? Ze is niet dood. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, ik heb het nu even over de jaren van haar onweerstaanbare opkomst. Niet waar, van haar triomf in de talkshows. Nou goed, dat heeft ze verzilverd. En nu maar eens verder kijken hoe wat er gaat gebeuren. Maar ze heeft dus wel gezegd. Maar het is in feite een heel kortzichtig beleid wat daar bepleit wordt. Ja. Nou ja, er zijn ook luisteraars die zeggen van Van der Plas, die zegt in ieder geval waar ze voor staat. En ze geeft toe dat ze niet naar het buitenland wil. Dat is alleen maar hartstikke goed dat ze dat aangeeft wat ze niet fijn vinden en niet goed in is. Ja, maar het is gesteld dat je in de situatie geraakt dat je minister-president moet worden of zou kunnen worden. En je zegt in een land als Nederland, wat al wat notabene hoort tot de oprichters van de Europese Unie, dat je liever niks met het buitenland te maken wil hebben. Ja, God almachtig, dat is toch wel een beetje dat je zegt, ja, ik wil mijn rijbewijs wel halen, maar ik heb geen zin om de verkeersregels te leren. Of ik wil wel mijn rijbewijs halen, maar niet autorijden. Bijvoorbeeld, ik wil wel mijn rijbewijs halen, maar dan, ik wil alleen in auto's met drie wielen rijden. Nee, dat is allemaal natuurlijk wel een beetje, het is een beetje kinderachtig, het is een beetje dorps allemaal. Maar vind je het strategisch slim dat ze het heeft gezegd?
voor haar type van kiezers en aanhangers is het hartstikke slim. Ja? Die bevestigt natuurlijk het gekroonde onbenul van de meeste van die BB-stemmers. Wat denken die dan, die kiezers, zo van hartstikke goed? Ja, hartstikke goed. En ook daar, dat ziet ze denk ik enorm scherp. Dat ze ook niks met dat buitenland van doen willen hebben. Dat Brussel, joh, wat is een poel van verderf. Er komen de verschrikkelijkste. En die dwang van Brussel. Ik bedoel, voordat je het weet, hebben ze onze stroopwafels verboden. En zitten we, hè, met ons goede gedrag. Moeten die dingen illegaal geïmporteerd worden uit IJsland? Nee, dat sentiment is enorm sterk. Wij hebben hier een heel fijn, gezellig landje. Wat eigenlijk niks te maken heeft met de rest van de wereld. Dat wij, economisch gesproken, zo'n beetje de top transitoland ter wereld zijn. Qua import en export. Dat is niet populair in die kring, dat begrijp je ook wel. Nee, Van der Plas die wil lekker hier koffie leuten. Ja, joh, lekker leuten aan de keukentafel. Ja, ze doet dat ook echt, hè? Ja, gezellig, joh. Ze zegt ook iedere keer zo, ik ben weer bij deze boer geweest. Vanochtend zijn schapen doodgebeten door een wolf, schrijft ze dan ergens. Ja, die wolven, die komen ook uit het buitenland. Het zijn buitenlandse wolven, die spreken ook vrijwel allemaal vloeiend Duits, die wolven. Dus die willen we ook niet hebben. Van der Plas heeft wel gezegd, ik heb een kandidaat. Die ga ik binnenkort presenteren. Dat dus, is dus wel de premierskandidaat van BBB. Oh, ben ik vreselijk benieuwd wie dat gaat worden dan. Heb je dat niet meegekregen, dat zei ze in datzelfde interview? Nee, ik heb het hele interview niet gezien. Dus, Oké, nee, ze zei dus eerst van, ik wil geen nette kleren aan en naar het buitenland, ja. Maar ik kom wel met een premierskandidaat. Bij mijn weten is er helemaal geen kledingvoorschrift bij de vergaderingen van de Europese Raad in Brussel. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ze moet gewoon zeggen. Nou, wel wezen dat Angela Merkel zag er soms ook wel een beetje als tante een beetje uit, toch? Ja, met van die, ja, wat waren het eigenlijk, van die... Vierkante vestjes. Ja, ze had altijd van die broekpakken aan. Hè? Dus Van der Plas kan gewoon als ze daar een keer naartoe moet. Ja, ik denk dat ze opzien zal baren, joh. En dan moet ze een beetje zo'n flacon van die Nederlandse koffie meenemen. Dat gaat een groot succes worden. Ook bij de NAVO, met die Stoltenberg. Tolken, het hele bedrijf draait op tolken. Bovendien spreekt ze, als ik het begrepen heb, spreekt ze prima Engels. Ja, door haar moeder, die uit Ierland. Nou ja, kijk, die staat dat. Nou, Engels is natuurlijk in allerlei opzichten de voertaal in Brussel. Ja. Kennelijk weet ze dat niet. Ze is natuurlijk bang dat het Frans is, maar... Maar er waren nog geluiden dat Rita Verdonk misschien wel die kandidaat is voor de BBB. Oh, nou dan weet ze zeker dat dat niet goed, nog geen groot succes gaat worden. Oké. Nou ja, ik ben benieuwd met wie ze komt. Ja, dat is waar. Als ze met Rita Verdonk komt, dan is de wereld in Nederland toch nog iets gekker dan ik gedacht had. Ja. Eigenlijk onderschat ik eigenlijk altijd de ingrijpende onnozelheid van mijn eigen moederland, vaderland, weet ik wat het precies is. Ja.